Ik ben Huub Morsink, ik ben werkzaam bij PBF. Ik ben Martijn van der A. Ik werk bij PBF als elektronisch design engineer. Als elektronisch design engineer dan ontwerp je circuits. Hier bij PBF maken wij voedingen voor hele grote machines, voor de industriële tak. Je kunt met drie componentjes kun je een voeding maken. Maar hier bij PBF maken we voedingen die iets complexer zijn. Je moet voldoen aan heel veel specificaties. Bijvoorbeeld, we maken voedingen voor de laserindustrie. Die lasers die gaan door stalen platen heen. En dan is het heel belangrijk dat die voeding dan heel stabiel is. Want als dat niet gebeurt, dan kan het maar zo zijn dat je een paar millimeter doorschiet met je laserstraal. Als junior of als design engineer ben je bezig met het testen van deze voedingen ontwikkelen. Dan ben je voornamelijk veel in het lab bezig. En dan gaan we kijken, onderzoeken doen naar de voedingen. Die temperatuurmeting, weet jij wat eruit is? Die ene spoel was 150 graden, werd die. Maar dat kan niet. Mm-hmm. Dan ga ik hem meten met de nieuwe spoel. En dan zou die als het goed is koeler moeten worden. Oké, gaan we dat even proberen of niet? Precies. Ja? Ik heb hiervoor een MBO elektronica gedaan. Een MBO is een hele mooie ondergrond, maar bij het HBO ga je nog dieper in op de materie. Waardoor het nog interessanter wordt en nog duidelijker wordt hoe een schakeling werkt en hoe de componenten werken. Dus als er een probleem optreedt, dat je dat kunt tackelen, zeg maar. Achteraf blij dat ik het gedaan heb. Het elektronica gebied ben ik echt gaan volgen nadat ik bij een kameraad ben geweest. En die vader was radiocentamateur. Toen ben ik daar geweest en die had een Lucifers doosje en dan had hij... Je had die geopend en er zat een kladde tin erin, voor mij toen nog totaal onbekend wat de rest was. En daarmee kon hij communiceren met de andere kant van de wereld. En dat vond ik zo bijzonder en toen ben ik een beetje de elektronica kant ingerold. Want ik wou dat ook doen. Het leukste aan mijn werk vind ik dat je echt precies ziet wat een circuit doet. Dat je niet zomaar klakloos wat gaat meten en dan denkt van oké, nou, dat staat daar. Maar dat je ook echt verwacht dat het er staat, zeg maar. Ik denk als je voor dit vakgebied kiest, dat je sowieso future-proof bent. Want er is gewoon heel veel vraag naar personeel in de techniek. Ja, ik raad aankomende studenten aan om vooral nu je jong bent, nog vooral in jezelf te gaan investeren, in je ontwikkeling. Ja, wees niet bang om techniek te doen. Wees niet bang om vuile handen te krijgen, want dat is dit werk niet.